Dit zijn ze, de Blauwtjes, de Koninklijke Voetbalvereniging Kokzijde. De club bestaat al ruim 80 jaar. Al een halve eeuw mogen ze zich koninklijk noemen. En sinds 2007 slaagden de spelers erin tot de nationale afdelingen door te dringen. Een mooie club, een rijke geschiedenis en een pak herinneringen intussen. Heel veel veranderd, heel veel. We hebben altijd de mensenploeg geweest van Veurnambacht. De Pan was beter, Veurn was beter, Nieuwpoort was beter. En voor de oorlog was dat altijd in de tweede gewestelijke. De mooiste momenten, als ik dus 10 jaar terugkijk, waren de ogenblikken dat we naar eerste provinciale, de jaren, de jojo, tussen het eerste en tweede gedaan hebben. En dat we dan eindelijk konden de stap zetten naar bevordering. En dan dit jaar, dat we in feite op een niet verwachte manier naar de leiding zijn gekomen. En dan heel speciaal ook ons bekeravontuur. Het jaar dat we naar Cercle mochten gaan en 2 jaar terug ook het jaar dat we tegen Henk in de beker hebben gespeeld. Ik ben speler geweest, jeugdtrainer, trainer van de eerste elftal, een beetje secretaris geweest, ben hier een beetje van alles geweest hoor. En ze hebben een zeer goede trainer. De aankopen die ze gedaan hebben de jongste jaren vallen goed mee. Het zijn technisch goede spelers, zijn fysisch sterk ook. Oh, absoluut, ze hebben een goede ploeg gemaakt. En alles draait om geld, hè? Ja, als je veel geld hebt, kun je zulke spelers kopen. In mijn tijd, als ik trainer en speler was, hadden wij geen geld. Wij zijn nog altijd, zoals vroeger, een familieclub. Iedereen voelt zich hier thuis. We zijn niet gegroeid op een manier dat er sommig te doen. De mentaliteit in de groep, in de bende, dat is een barometer in het voetbal. Als dat niet goed zit, dan zit het niet goed tussen de oren. En als het niet goed zit tussen de oren, is het niet goed met de voetjes. Dus in feite is dat een cirkel en dat is een belangrijk onderdeel van het voetbal. We zijn een jonge ploeg om te beginnen, met veel ambitie. Het is ook een voetballende ploeg die een beetje keert op het enthousiasme van de jonge jongens. En toch gemixt met wat ervaring. We trainen vooral met de bal. Als je graag voetbalt, ja, moet je veel bewegen. Dus we lopen liever met de bal dan zonder de bal. Naarmate dat laten we zeggen, de week vordert, willen we wel meer concentratie, scherp op de training. Ermee bezig zijn, verzorging. De focus op de wedstrijd die komt, dat is erg belangrijk. En in die zin heb ik ook niet graag spelers die er met een klap naartoe gooien. Ik ben een trainer die graag wint, zoals de spelers. En winnen, dat is de beste remedie voor alles, denk ik, in het voetbal. Hè. Afgelopen jaren is de accommodatie totaal aangepast. Het begon ongeveer 15-tal jaar geleden dat we de kantine geplaatst hebben. En dan, een 3-tal jaar geleden, is de VIP-ruimte gekomen met ook een plaats voor de speler en nog voor medisch lokaal. En dan ook natuurlijk het synthetisch veld met nieuwe belichting enzovoort. Het voetbal van Kokzijde ligt mij zeer aan het hart, absoluut. Ik heb een vriend, André Kluis, die keeper was. We zijn nog altijd kameraden van in die tijd. We zitten daar elke zondag, hè, in een thuismatch op de tribune mee te leven, aan te moedigen en me kwaad te maken als het net gaat. Ik ben een echte supporter, zeker. Ja. 10 jaar geleden zaten wij in tweede provinciale en nu is er sprake van tweede klasse. Dus dat is wel een unicum om zo'n stap te zetten in 10 jaar tijd. Het is wel de bedoeling om toch een stabiele kustploeg te zijn. Aan de ene kant heb je Oostende en wij willen toch wel graag aan de andere kant Kokzijde zijn. Die aan de andere kant van de kust toch een goed imago dat ze nu al hebben in het voetbalmilieu willen behouden. En op die manier serieus verder werken en we zien wel waar we uitkomen. We wensen KVVC veel succes toe. Tot slot wijs ik nog even op 26 april, Erfgoeddag, een dag waarop Kokzijde vreemd gaat en proeft van andere culturen. Graag tot volgende week.